Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Ik is nog een beetje zachtjes, want het is tenslotte derde kerstdag. Het is na kerst nu, het is 26 of 27 december. En iedereen slaapt nog. Tenminste, mijn vader is aan het werken, mijn moeder slaapt nog en ik ben al wakker. En het is 8:30, het is niet zo heel laat. Maar ik ben gisteren echt pas om 1 uur of 2 uur gaan slapen. Maar, ik zie jullie gewoon heel veel in de koelkast. Ja, het is gewoon tof liggen. Ik heb op eerste kerstdag heb ik 2 tickets besteld voor de bioscoop. Voor Chantal en mij. En dat is nu en vandaag. Dus vandaar dat ik zo vroeg op ben. Dus vanmorgen echt mijn bed uit. Even gewassen. Trui aangetrokken, deootje opgedaan. Even ingesmeerd. De heerlijke kokosnoot bodycrème. Ik heb gisteravond een luchtje van mijn opa en oma gekregen voor kerst. Een super duur luchtje van Alien. Ik ben er heel blij mee. Dus die heb ik lekker opgedaan. Dus ik ruik heerlijk. Blauwe broek aan en mijn witte alstars. Maar ik ga dus zo al weg. Want ik moet om 9:45 in de wereld zijn. We gaan naar Rotterdam. Schouwburgerplein. We wilden eerst Arcaplex hier in Spijkenissen. Dacht ik nee. Hallo, we gaan wel gewoon lekker even ergens anders. Dus dat gaan we ook gewoon lekker doen. Ik ga zo mijn jas aantrekken en dan ga ik gewoon lekker alvast de deur uit. En Chantal heeft de appjes allemaal gelezen, maar ze heeft er niet op gereageerd. Dus hopelijk gaat ze ook op tijd de deur uit. Dus heb ik een klein probleempje. Dus ja, we gaan het zien. Goed, jongens en meisjes, ik loop buiten. Mijn haar is echt gewoon een mes. Het ziet er niet uit. Maar goed, ik loop in ieder geval lekker buiten. Jongens, de afgelopen 2 dagen was het kerst. Voor mij. Ik wilde in eerste instantie gaan vloggen. Dat heb ik achteraf niet gedaan. Ik dacht, weet je, ik ga lekker genieten van de 2 vrije dagjes die ik heb. En gewoon heerlijk genieten. En dat was super leuk. Eerste kerstdag met mijn ouders. En tweede kerstdag gisteren dus met mijn oom en tante. En mijn opa en oma en mijn neefjes. Oh, dat was super leuk. Ik heb er dan ook nu voor gekozen om ook geen make-up te doen. En lekker loszittende kleding. Het was wel echt voor mijn dagje wel. Zulke strakke en chique kleding en make-up heb ik de afgelopen 2 dagen gedaan. 4 dagen zelfs. Dus ja, ik ben nu onderweg naar de bioscoop. Tenminste, naar de metro en daarna naar de bioscoop. Ik heb er eigenlijk wel zin in. Eigenlijk heel veel zin in zelfs, want het is echt een film die ik vanaf het begin al wilde zien. We gaan namelijk vandaag naar Jumanji. Daar heb ik heel veel zin in. Jumanji 2 natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd. Sinds dat ik wist dat er een vervolg kwam, dacht ik, oh my god, daar moet ik gewoon heen. Dus vandaar. Oh, ik loop inmiddels trouwens op akker of de metro zijn daarvoor. Dus ik ben ruim op tijd. Dus ja jongens, ik ga jullie vandaag weer gewoon oldschool meenemen. Ik ga proberen de maand december nog wel dagelijks te vloggen. En dan vanaf 1 januari begin ik gewoon weer met een weekvlogje, om het zo te zeggen. Het zal eerst een halve weekvlog worden, omdat 1 januari op een woensdag is. Maar goed, dat geeft helemaal niks. In ieder geval ga ik nu naar de metro. Let's go! Ik zit in de metro. En ik kom er net achter dat ik gewoon maar 1 stukje batterij heb. Ik heb het helemaal niet gedaan. Heemraadlaan. Station. Heemraadlaan. 12 volt als het eraan of zo. Koud. Rotterdam Centraal op de. Ja, dus we moeten daar langs. Dus we lopen gewoon goed. Ik word echt begot niet waar ik loop. Kijk, zit al er ook! Yeah. Oh. Als het goed is lopen we daar recht tegenaan. Heb ik het idee, Schouwburgplein. Ik heb geen. Ik weet wel ongeveer waar het zit, maar om er nou zo blindelings heen te lopen, I don't know. Ik vind het altijd leuk om tussen al die hoge gebouwen te lopen. Ik hoop niet dat we heel ver moeten lopen, want dan vind ik het niet meer leuk. Oh ja, we moesten ook langs de Bagels & Beans, dat weet ik dan wel. Ja, we gaan wel goed. Binnen! Nee hoor, kijk maar. Oké, we zijn binnen. Het toilet is daar. Daar wil ik ook nog heel graag naartoe. We zijn er. Oeh, popcorn. En de film is afgelopen.
leven zo leuk mogelijk, onze jongen. Ja, heel veel leuke films. Echt, het was zo leuk. Het was echt heel erg leuk. Natuurlijk, we zitten in de stad, dus we moeten ook naar de stad. We hebben alleen niet koffie gehad bij de Starbucks, maar bij de Dunkin' Donuts. Het is bijna net zo duur, maar ach, wat maakt het uit. Ik wil daar even heen, dat hele goedkope zaakje, dat is wel leuk. Geld uitgeven. Ja, ik heb een mokka, dat is echt heel lekker. Kijk uit dat je niet voor je voeten, voor je poten. Ja man, maak het uit. We lopen in ieder geval even lekker in de stad. Dat is ook lekker. Ja, we zijn er nou toch, dus waarom niet? En gewoon schijnt aan alle mensen die hier rondlopen of ik er bekeken word of niet. Goed, ik ben thuis. Het was een superleuke dag vandaag. Dat wel, we hebben echt gewoon echt een hele gezellige dag gehad. Maar, ik ben dus nu thuis. Ik wil jullie alleen iets hoger zetten. Ik weet niet of dat kan. Ik weet niet of deze hoger is als het glas, denk het wel. Ja, zeker. Dan gaan jullie gewoon, als het blijft staan, hierop. En dat blijft wel staan ook. Super top. Ja, ik moet mijn bureaulamp aansluiten, zie ik nu. Of mijn bedlamp. Die is niet aangesloten. Dat is hartstikke fijn. Maar ik wilde jullie even laten zien wat ik heb gehad voor kerst. Ik heb allereerst een boekje gehad. 52 dingen die je kan doen als je aan het poepen bent. Dat je denkt, ha? Ik kan natuurlijk moeilijk naar de wc, dus dat was de grap, zeg maar. Een super grappig boekje, echt van je woordzoeker. Met allerlei verschillende benamingen hoe je je kont kan noemen. En dat is heel grappig. Dus ik moest heel hard om lachen. Dan heb ik dit neonsnoer gehaald. En dat is eigenlijk dit. Dit is een neonsnoer en die kan ik dus helemaal gaan vormen naar hoe ik dat wil. Dat kan ik dus ophangen. Ik denk dat ik dat daar ga ophangen. Dat lijkt me wel heel vet. Aan de muur daar. Alleen hoe en waar en wat, dat weet ik nog niet. Hoe ik het precies ga doen, wat ik ervan ga maken. Dat is ook nog wel een dingetje. Dus dat komt nog wel. Dan heb ik van mijn opa en oma dit super dure, maar super lekkere luchtje gehad van Alien. Tadaa, hier doosje. Dit luchtje ruikt zo ontzettend lekker en ik ben hier zo ontzettend blij mee. Het is echt een heerlijk luchtje. Het is ook echt geen luchtje die je gewoon voor de lol voor moet opspuiten, maar gewoon echt voor speciale gelegenheden moet gebruiken, want daar is die gewoon veel te duur voor. Dus deze heb ik gehad. Het is ook mooi, want het is gewoon net een kristal. Heel tof, die heb ik gehad. Eigenlijk best wel slecht in het licht hier. Wacht, ik ga even deze lamp aan doen. Dit is denk ik wel ietsje beter. Ja, want mijn bureaulamp is natuurlijk weg. Ik heb alleen dat lichtje nu. Dus die heb ik gehad. Dan. Oh, hier is die. Dan heb ik dit setje gehad met kwasten. Dus allemaal poederkwasten, highlighterkwast, oogschaduwkwast, wenkbrauwkwasten, blush. En er zit ook een nagelveldje bij en zo. Die heb ik dus gehad. En dit etuietje is super handig. Ik heb de hik, dat is heel irritant. En er zat ook een spiegeltje bij, die zit erg los in mijn tas. Oh ja. Een spiegeltje. Dus daar ben ik ook heel erg. Kijk, dit zijn jullie. Dus daar ben ik ook heel blij mee. En dat was het eigenlijk wat ik heb gehad. Dus ook gewoon echt meer als genoeg. En dan heb ik voor mijn ouders natuurlijk de Eiffeltoren voor kerst gehad. Dit ding. Dat. Waar zit de knop hier? Dat is allemaal licht geeft. Super blij mee. Ik zet hem gelijk aan trouwens. Waarom niet? Ik heb hem tenslotte gekregen. Maar wat ik zelf net voor mezelf heb gehaald. Zijn twee kussenslopen in het grijs. Want eigenlijk zijn alle kussens op mijn bed nu wit. En dat vind ik heel jammer. Ik ga Dombo even opvouwen onder mijn bed leggen. Want die heb ik heel eventjes van af. Dus ik ga de kussenslopen hier overheen doen. Ik ga ze er gewoon overheen doen. Ik ga niet moeilijk doen en ze er helemaal afhalen ofzo. Maar ja jongens, ik ben dus vandaag lekker met Chantal naar de bioscoop geweest. Dat was super gezellig trouwens. Echt heel erg gezellig. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad. En Chantal ook, hoop ik. Anders zou het toch wel een beetje vervelend zijn als zij het niet naar de zin had. Maar ja, in ieder geval hebben we dat gedaan. De film Jumanji was echt super gaaf. Echt een aanrader. Tenminste,
Ik vond hem super gaaf. Ik weet niet wat anderen ervan vinden, maar ik vind hem super tof. Ik vind hem eigenlijk nog 20 keer beter dan de eerste film. Die heb ik samen met mijn opa gezien. En deze dan samen met Chantal, de tweede versie. Chantal heeft de eerste versie hier op tv gekeken, als ik het goed heb. Even mijn kussen uit. Kijk, en dan heb je dus gewoon een lekker zacht donker kussentje op mijn bed. Zonder dat er dus allerlei gekkigheid aan andere kussentjes op zitten. Met gekke knuffels en dingen. En het is gewoon lekker makkelijk. Het is niet al te gek. En ik dacht, het staat wel leuk. Ik ga het jullie zo laten zien. Maar ik doe eventjes de kussens erin. Best lastig om dit kussen erin te krijgen, heel eerlijk gezegd. Maar goed. Het gaat nog vast lukken. Dus ja jongens, hoe was jullie kerst trouwens? Laat in de reacties even weten hoe jullie kerst was. Ik ben wel benieuwd. Mijn was gewoon echt heel relaxed. Eerste dag met mijn ouders. Tweede dag met opa en oma en mijn neefjes en tante en de rest van de bubs. Dus dat was wel heel gezellig. En eerste dag ook hoor, daar lief van. Dus ja, ik ben best wel verwend om er eerlijk te zijn. Het zijn geen goedkope cadeautjes, weet je, maar ik hoef ook op zich niet echt iets te krijgen met kerst. Is ook klaar. Kijk, en dan vind ik dit gelijk heel anders staan. Er staan er dus gewoon twee donkere kussentjes hier. Dan wil ik alleen hier nog een klein kussentje. Ik kan eventueel deze hier gewoon voorzetten hoor. Even met een kussentje. Kijk, het staat toch even anders dan alles wit. Dus ja, ik ga even al mijn spulletjes opruimen en alles opbergen. En dan ga ik even lekker mijn gemakje houden. Want dat heb ik op zich nog niet gedaan na de kerst. Oh, goed, ik loop weer op Akkerhof. Ik kom er net achter dat we geen honden voor hebben. En Cody moet natuurlijk wel eten. Dus ik ga honden voor halen. En ik ga gelijk pizza halen bij de pizzeria. Dan heb ik gelijk goed avondeten. En lekker natuurlijk. Yay! Oh, goed, ik ben al lekker omgekleed zoals je in de reflectie kan zien. Ik heb lekker mijn pyjama aangedaan, ik heb lekker warme sokken aan en ik ga lekker mijn bed in. Oh, heerlijk. Lekker warm onder mijn dekbed en mijn lekker warm kussen. Even een appje sturen naar Chantal en ik zit even lekker op Instagram te koekeloeren. Oh, ik ben wel mega mega moe. De afgelopen paar dagen hebben me echt heel veel energie gekost, heb ik gemerkt. Dus dat is wel een dingetje. Maar op zich vind ik het aan de ene kant ook best wel goed gaan om het zo te zeggen. Ik ga even draaien, want dan heb ik meer licht. Het voelt wel raar om nu eventjes weer te vloggen. Ik merk wel dat ik eventjes moet schakelen. Omdat ik 2 dagen natuurlijk niks heb gefilmd. Maar ja, het komt allemaal wel goed. Ik ga een paar video's kijken. En ik ga deze vlog nog editen. Die heb ik morgen natuurlijk gewoon online. Dus ik zie jullie morgen.